Ben jij creatief, jong en hou je van een... Goeiedag mensen, ik zie op internet de hele tijd van die do-it-yourself video's voorbij komen. En ik word daar zelf een beetje loco van, omdat ik zelf gewoon niet zo'n do-it-yourselfer ben. En dan heb je ook nog zo'n afkorting, dat is DIY. Je gaat dan DIY'en en dat vind ik gewoon een beetje suf klinken. Het komt waarschijnlijk omdat ik niet zo'n knutselaar ben. Ik heb zelf vroeger wel eens geknutseld. En dat is niet zo heel erg mooi geworden. In mijn vorige video liet ik zien hoe dat er ongeveer uitzag. Dus moet je daar maar even checken. Ik denk gewoon omdat ik niet zo knutselaar ben dat het mij gewoon niet zo ligt. En toen heeft Hema heeft gezegd, nou Niek, laten we jou dan een persoonlijke workshop DIY'en geven. Dus ik dacht, oké, ik ben heel erg benieuwd. Dus ze hebben gezegd, kom naar Amstelveen, kom naar zo'n workshop toe. Dus daar ga ik nu naartoe en ik neem een paar Hema spullen mee. Dit is die Hema tas, Hema map. Schriftjes en van die stickers die je nodig hebt om te pimpen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de grenzen zijn. Dus ik zeg, let's go to Amstelveen. Aankomstgoederen. Ik ga via de achteringang. Bam, we zijn in de winkel. Damn. En daar staat Willemijn. Zij is van Social Influencers. Dit is Bonnie Koller. Hoi Bonnie. Hi. Wat doe jij precies voor Hema? Ik ben de Snapchat reporter. Snapchatter. Daarom heb ik ook dit Hema hoesje. Pers. En pers. Oh, je hebt een Hema hoesje. Smooth. Ja. Dit ga ik zo eten. Dat weet ik nu al. Je hebt je ziet. Dit is dus waar de workshop wordt gegeven, ja. Gehouden. Oké, okay, cool. Net zag er veel toffer uit. Ja, oké, okay, nu is het een beetje leeg. Maar waar is Maya? Want ik heb een afspraak met haar. Maya zit boven. Oké, okay, we gaan niet hier die workshop doen. Nee, boven. Oké, okay, je gaat boven die workshop doen. Ik heb er zin in. Je raadt het al, we lopen naar boven en op zoek naar Maya. Want dat is eigenlijk degene die ik zoek. Ik kom allemaal mensen hier tegen boven haar. Ben jij Maya? Ja, dat ben ik. Hoi, ik ben Niek. Dag Niek. Hallo. Oké, okay, nou we hebben hier dus allemaal al dingen liggen, zie ik. Ik ga even laten zien wat ik mee heb, want ik heb zelf ook dingen meegenomen. Dat is een agenda. Dat is een agenda. Schriftjes. De tas, maar die gaan we vandaag niet pimpen. Oké, okay, dus we gaan die map doen, agenda en schrift. Yes. Want we gaan namelijk 3 dingen pimpen, aangezien best wel een leuk idee is om deze dingen aan jullie te verloten. Ik ga mijn allerbeste artistieke kunst in de strijd gooien om die vervolgens aan jullie door te geven. Maar wie ben jij eigenlijk? Hey, ik ben Maya. Hoi. Ik ben van Studio 8181 en mijn achtergrond is dat ik decors maak voor evenementen. Van hele kleine tot grote concerten van popartiesten. Daar ben ik in werkzaam en ik ben nu door de HEMA erbij gehaald om... de workshops te geven. We gaan dus 3 items pimpen. We gaan zo meteen even kijken hoe we die items gaan doen. Ik zeg, laten we gewoon gaan beginnen. Hoe moet je eigenlijk beginnen? Ik zou bijvoorbeeld kunnen beginnen door, als je dit zo ziet liggen, om gewoon gevoelsmatig dingen te pakken waarvan je denkt, vind ik tof. Dit is je comfortzone. Ja, maar het heeft wel iets, is het nou een plek of niet? Ik vind het wel leuk. Ja. Alleen de achterkant moeten we ook nog even aanpakken, want eigenlijk moet hetzelfde printje daar gewoon op, vind ik. Nou, hier heb je de rest. There's a gentleness I have known. Know it best when it was fading. Trying to find my way back home. Juist. Top. Oké, okay. Dan zijn we af. Is af. Yes, volgende. Ik vind dit ook al vet, een letter. Ja. Dus ik wil ook wel voor zoiets gaan. Oké. Okay. En ik vind het wel tof om er iets 3D te doen. Welke letter wil je doen? Letter M, dat is mijn letter. Niet lijp als je dit loskoppelt van elkaar. Dan heb je een soort start en dan zie je wel je pot op. Nou, maar we kunnen ook een hele andere ondergrond plakken. Oh ja. Dus dan maakt het helemaal niet uit. Nee, dus dit helemaal. Ja. Oh ja, oh, dit is het eindresultaat van item 2. Yes, dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Ik ben een beetje aan het nadenken wat we voor item 3 dan gaan doen. Ja, dat is dus precies niet de bedoeling met item 3. Oh. Juist niet nadenken. Dat is juist het idee. Hier hebben we namelijk allemaal een beetje over nagedacht. Ja. Maar item 3 is pak materialen, pak gewoon heel erg ons oerinstinct. Mm-hmm. Ja. Pak iets, vind ik vet. Hup, erop. Random dingen aan het opplakken en ondertussen zit hier een hele strenge jury alvast klaar. En nou, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe mooi wat ze gaan vinden. Best cool geworden, toch? Ja. Het heeft wel iets. Ja, en de achterkant. We zullen het helemaal volplakken met de FVT. We gaan gewoon stukjes afscheuren en het gewoon random opplakken en dan wordt het een jungle van washi tape.
Ik moet gewoon even een beetje zo, zomaar wat doen. Ja. Dat is een leuke oefening. En vervolgens stop je even en dan ga je even kijken waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig. En dan krijg je als het goed is een idee. En dan kan je denken, hé, dit lijkt misschien een beetje op een soort natuurzijde, heuvellandschap. Nou, dan ga je daarop door ineens. En dan wordt het ineens een concept. Ik zie wel eigenlijk een soort bloem uit een stuk grondgebied. Met vlindervleugels. Oké, mensen, we hebben nu dus een soort van, we zijn de achterkant van die map aan het maken. Ja. En ik moet eigenlijk zeggen dat DIY steeds leuk begint te vinden. Want eerst dacht ik van, nou ja, wat moet je ermee? We gaan nu een experiment doen. We gaan nu deze achterkant, die echt ontzettend lelijk is geworden, gaan we nu gewoon helemaal volplakken met alles wat we hebben. Gewoon omdat het kan. Ik vind het best wel tof eigenlijk. Versus, dit is als je er een beetje over nadenkt. Dit is als je er niet over nadenkt. Ik dacht toen ik naar vanaf huis ging, oké, wat kan je nou in godsnaam creëren? Maar ik vind echt dat we 3 producten hebben gemaakt waar we best wel trots op kan zijn. Ja, toch? Ja. Ik vind het ook. Eigenlijk wil ik ze helemaal niet verloten. Nee. Dat is gewoon als kunst ophangen aan de muur. Ja. Welke zou je dan eigenlijk, welke vind je persoonlijk het mooist? Die. Wel. Serieus? Maar dan deze kant. Ik vind die kant gewoon. Ik weet niet. Grappig, het heeft iets omdat je gewoon. Eigenlijk vond ik die, zeg maar, die zonnebrillen, als ik dat in de winkel zou liggen, zou ik denken, nou, dat hoef ik echt niet hoor, op mijn ding. Maar nu kan het ofzo, ik weet niet. Het is nu... Ja, het heeft een goede functie in het geheel gekregen. Ik vind dat jij hartstikke creatief bent en veel meer knutselpotential hebt dan je denkt. Oké, shit. Ik ga voortaan wat vaker knutselen wel. Dit is onze agenda geworden voor zomer 2017. Wat vinden jullie ervan? Mooi. Mooi. Clean. Ja, clean inderdaad. Clean. Ben jij 17 jaar oud? Skate je? Hou je van surfen? Kom dan deze agenda. Of laat een reactie achter in de comments en misschien wie weet win je. Oké, gaan we door naar nummer 2. Nice. Mooi. Ben jij een jongen of een meisje, 14 jaar oud, hou je van techniek en scheikunde, dat soort dingen? Koop dan dit schrift of laat een reactie achter in de comments en wie weet win je. We gaan door naar item 3. Ja. Ja, hij is heel cool. Ja, echt heel tof. Ben je 14 jaar, open-minded, avontuurlijk, lief, zweverig, maar je staat ook aan de grond en wil je deze multimap gebruiken voor volgende schooljaar? Koop hem dan of laat een reactie achter in de comments en wie weet win hem. Ja, sowieso voor de map zijn. Ja, koop. Ja. Wil jij ook zo'n toffe workshop die ik heb gekregen bij Maya, dan moet je eventjes je aanmelden voor alle workshops. De workshop waar ik bij ben is in Den Haag, dat is 18 augustus. En daar kan je je binnenkort voor aanmelden, dus dan moet je even de site in de gaten houden. Ja. En dan hebben we heel veel materiaal bij ons. Ja. Neem een eigen schrift mee, dat is belangrijk. Of een eigen agenda. En dan kan je dus DIY, net als ik, nu doen met mijn hoofd. Ben jij creatief, jong en hou je van mijn hoofd, dan kan je het nu kopen. En als je een reactie achterlaat in de comments, kan je het misschien winnen. Yay! Nou jongens, ik zeg later. Zeg eens later. Later. Zeg nu eens later, zonder dat je over het nadenkt op een hele rare manier.